Het idee leek zo mooi. Vergroening van ruim 400 daken van woningen in de Groningse wijk Leeuwenborg. Met subsidie van de gemeente werd 3 jaar geleden een paar honderdduizend euro geïnvesteerd om deze huurwoningen van mosmatten te voorzien. Alles bedoeld om de woningen duurzamer te maken. Die mosmatten zijn goed voor het beschermen van het dak. Daardoor gaat een dak langer mee, het beschermt tegen zonlicht. En het heeft een bufferwerking voor de opvang van regenwater. En daarmee voorkom je dat het regenwater in het riool terechtkomt. Mooie doelen, maar jammerlijk mislukt. Op de een of andere manier groeide er amper mos op de matten. Sterker, een deel kwam zelfs los te liggen. De harde wind van gisterenmiddag deed de rest. Sommige matten vlogen letterlijk van de daken. Het is voor een deel door de stroom dat ze nu los zijn gekomen. Ja. Want er is de ballast die ze hadden moeten ontwikkelen door te gaan groeien. Die hebben ze niet kunnen ontwikkelen. En daardoor is er te weinig massa op het dak gekomen. Waardoor de wind uiteindelijk vrij spel heeft gekregen. Bij de woningcorporatie zijn ze zich rotgeschrokken. Le Vier laten dan ook geen mos overgroeien. Alle matten gaan weg. Als zo'n mosmat naar beneden komt en hij gaat door de wind wordt hij meegenomen. Ja, hij kan over het dak heen gaan. Er zijn er een aantal over het dak heen gegaan. En hij kan naar beneden komen. Nou, dan kunnen we wel bedenken wat er zou kunnen gebeuren. De woningcorporatie wil de schade ruim 500.000 euro verhalen op de leverancier. Die had bij de verkoop namelijk bezworen dat zijn nieuwe superlichte kunststofmatten snel tot resultaat zouden leiden. Wordt vervolgd.